Fans van Herman van der Zand weten dat hij een talent heeft voor het geven van scherpe en humorvolle opmerkingen. Dit is ook duidelijk zichtbaar in zijn interacties met zijn toekomstige opvolger, Filip Freeriks, in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Terwijl het nieuwe seizoen van start gaat, begint Herman zijn zomerstage in het programma, waar hij volgend jaar Filip zal opvolgen. Filip Freeriks neemt dan na 13 jaar afscheid van de populaire quizshow. Herman, die binnenkort de presentatie op zich zal nemen, Krijgt nu al een voorproefje van zijn toekomstige rol als deelnemer. Philip Frerix vindt het bijzonder om Herman als kandidaat te zien, gezien de rol die Herman volgend jaar op zich zal nemen. Herman zelf vindt deze dubbele rol uitdagend. Het is best een rare situatie, zegt Herman. Aan de ene kant kijk ik hoe het programma wordt gemaakt, zodat ik me goed kan voorbereiden op mijn toekomstige rol. Maar aan de andere kant is het ook lastig om als kandidaat in het programma te zitten, omdat je je tegelijkertijd moet voorbereiden op het presenteren. Filip Frerix erkent ook de moeilijkheden van Herman's situatie en wijst op het risico van falen. En het afbraakrisico? Herman vraagt Filip. Herman beaamt dit met een lach en maakt een opmerking over zijn eigen mogelijke falen. Als ik helemaal niets weet, zullen mensen misschien denken dat het beter is dat ik het programma ga presenteren, zegt hij grappend, terwijl hij naar Filip wijst. Filip reageert sportief en zegt: Ja, ik spreek je niet tegen. Herman voegt daar nog een kwinkslag aan toe over het winnen van het seizoen. Het zou misschien beter zijn als ik niet win, zodat mensen niet denken dat het doorgestoken kaart is. Ik moet ergens in het midden eindigen. Op dit moment lijkt Herman goed op weg, aangezien hij de eerste aflevering overtuigend heeft gewonnen. Zijn bijdrage aan het programma belooft zowel humor als inzicht, en zijn rol als toekomstige presentator voegt een extra laag van spanning en verwachting toe aan het seizoen van de slimste mens.